We zijn hier bij de held van de maand, Bibian Menthol. Bibian! Hi! Wow! Frankie Hollywood. Oh, wow! Heeft dit voor je gemaakt? Je bent held van de maand geworden. Wat gek! Ja. Oh, fantastisch! Ja, dat mooi hè? Weet je wie je geklopt hebt? Nou, ik heb het even gezien en ik geloof het mijn eigen ogen niet. Dus ja, helemaal fantastisch. Shinky Knecht, Daphne Schippers, Marit Leenstra en Max Verstappen. Ja, fantastisch. Echt. Jongens, bedankt. Echt, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Helemaal fantastisch. En je bent wereldkampioen geworden op banked slalom. En hoe heet dat andere onderdeel ook alweer? Snowboard cross. En dat is natuurlijk toch heel bijzonder, want dat zal meegespeeld hebben, denk ik. Je moest weer geopereerd worden aan een kwaadaardige tumor, je vierde operatie. Ja. En je hebt besloten, ik ga eerst mijn wereldtitels halen en dan pas laten opereren. Ja, klopt. Ja, nee, daar had ik zo hard voor getraind, dus dat wilde ik gewoon heel graag. En in overleg met de artsen zeiden ze van, nou, dat kan gewoon, dus laten we het gewoon doen. En hoe gaat het met je? Nou, gelukkig inmiddels alweer een stuk beter. Mijn ribben zijn nog wel heel erg pijnlijk, dus ik moet gewoon nog wel rustig aandoen. Maar ja, ik sta hier in een prachtige omgeving, dus ik kan niet betere plek uitkiezen om te revalideren. Je ziet er stralend uit, kom, mag je een kus geven? Ja, dankjewel. Je ziet er stralend uit. Hoe is de operatie gegaan? De operatie is gelukkig goed gegaan. Dus ik ben op dit moment weer schoon. En ja, we doen er gewoon alles aan. En ik word goed onder controle gehouden. Om te zorgen dat het nu eindelijk hopelijk weg is. En je zoon? Ja, mijn zoon die gaat hartstikke goed. En überhaupt het hele gezin gaat goed. Onze meiden en Edwin die hebben zich natuurlijk best wel heel veel zorgen gemaakt. Maar ja, het ziet er nu weer gewoon goed uit en ik begin gewoon weer met een schone lei. Dus we gaan er gewoon weer voor. Want het is ook wel, ik zou eerlijk zeggen, ik ben ook wel een beetje geëmotioneerd. Ik bedoel, ik vind het zo ongelooflijk knap wat je doet. En dan al die tegenslagen en dan toch eerst nog willen gaan twee wereldtitels halen en dan de operatie. Was je nerveus voor die operatie? Ja. Ja, dat kan ik helaas niet ontkennen, want ik zag gewoon echt wel heel erg op tegen de operatie. Ik wist wat me te wachten stond en ik weet dat het gewoon een beetje een pijnlijke operatie is. Dus dat heeft ook wel een beetje tijdens het WK ook wel meegespeeld. Ik merkte dat ik er niet helemaal gefocust bij was, ondanks dat ik wel moest natuurlijk. Maar ik kon gelukkig wel tijdens de wedstrijden me goed focussen om gewoon die laatste runs eruit te persen. En gelukkig is dat me gelukt. En twee wereldtitels. Ik bedoel, het lijkt wel of het zo heeft moeten zijn, hè? Ja, bijna wel. Ja. Helemaal fantastisch dat het gewoon gelukt is dit seizoen. Ja. Nou, blijf gezond. En geniet van dit prachtige schilderij van Frankie Hollywood. Wauw, wat fantastisch. Echt super mooi. Kijk, schat. Cool. Ja. Kijk eens, schat. Echt super cool. Heel vet. Wauw. Held van de maand. En dan ga je ook meedingen voor Held van het jaar, hè? Oh, echt? Ja. Oh, jee. Ja. Wat goed. Ja, fantastisch. Echt. Op wie zou jij gestemd hebben? Ik vind Daphne heel leuk. Ja. Ik vind wat Max natuurlijk neerzet, vind ik ook helemaal fantastisch. Dus ja. Ik was met volle bewondering gewoon naar de andere helden aan het kijken. Ja. Ja, te gek dat ik hem word. Oké, okay, ja. Het is je gegund. Dankjewel. Ja, super.